Wat Schagen denkt wordt mede mogelijk gemaakt door Haantje de Voorste Catering, Jan Rozing Mannenmode, tandprothetische praktijk Slijkerman, cafetaria Smikkelhof in het Zand en eetcafé De Kastanjeboom in Dirkshorn. Live muziek van lokaal talent en een snufje cabaret. Welkom bij Wat Schagen denkt vanuit het dorpshuis De Kastanjeboom in Dirkshorn. Dirkshorners weten precies wat ze willen met hun dorp. Hun wensen staan in een leefbaarheidsplan. Tessaat van de stichting Dynamisch Dirkshorn en Linda Pankras en Margriet Parelberg van de dorpsraad in Dirkshorn weten wat er precies in dat plan staat. En de voormalige gemeente Haren-Kaspel heeft sinds kort een nieuwe wijkagent. Zijn naam is Kees Stoop. Waar Dirkshorn ook laat zien waar een klein dorp groot in kan zijn, dat zijn de dorpsondersteuners. Herman van der Steenstraat en Maartje van der Molen zijn de pioniers. En we praten ook met wethouder Ben Blonk. En hij komt vertellen of straks alle kernen van de gemeente Schagen dorpsondersteuners gaan krijgen. Ook sportief laat Dirkshorn zich van zijn beste kant zien. Want AZ voetbalt geregeld op de velden van voetbalvereniging Dirkshorn. En de golfbaan trekt sporters uit alle windstreken. De voorzitters Henk Rijs van voetbal en Kees van der Klein van de golfclub zitten hier straks aan tafel. En met Gert-Jan Slijkerman van het CDA en Friso Tering van Duurzaam Natuurlijk Alternatief bespreken we de actualiteit uit de politiek. En we hebben live muziek van leerlingen van Jan Kuhne en cabaret van Hannes Knijn. Volgens mij gaan we beginnen. Welkom bij Wat Schagen denkt. Wij zijn vandaag te gast in het dorpshuis De Kastanjeboom in Dirkshorn. De plaatsnaam betekent de hoek of hoorn van ene Dirk. Dat is mijn lievelingsnaam, dus dat is al goed. Deze Dirk zou mogelijk Dirk de eerste kunnen zijn. Die van 939 tot 988 leefde. Oude spellingen zijn Dirkshorn. Dat schreven ze toen nog met een X. Dat was rond 1325. Later werd het Dirkshorn rond 1500. En Dirkshorn met een C voor de K. En dat was rond 1620. Rondom Dirkshorn waren veel meertjes. Maar de meeste daarvan zijn inmiddels drooggelegd. Best wel een boeiende gemeente dus. Met een rijke geschiedenis. En wat vinden de inwoners van Dirkshorn zelf van hun eigen dorp? Ja, Dirkshorn is een dorp met hele harde bewoners. Rustig. Lekker rust. Niet heel veel te doen. Het is heel leuk om in Dirkshorn te wonen. Een heerlijk rustig dorp met genoeg activiteiten. Nou, het landelijke. En je kent alle mensen. Iedereen helpt elkaar als het nodig is. En het verenigingsleven is ook niet te vergeten. We lieben hier die ruhe en die erholsame gegend. En dat heerlijke jodhaltige lucht. Dat heerlijke wetter zu jeder jahreszeit. En we zijn seit 23 jaren hier. En voelen ons immer wohl en zijn gelukkig. Het ondernemen is leuk in Dirkshorn vanwege het dorpse gebeuren in het dorp. Kleine gemeenschap. En het ons kent ons gevoel. Ja, rustig, lekker. Weinig, het is gewoon een lekker rustig dorp. Een rustig dorp, een mooi dorp, veel frisse lucht. Volgens mij een fantastische plek om te wonen. En Dirkshorn was dus ook het allereerste dorp die ging werken met dorpsondersteuners. En de doelstelling van een dorpsondersteuner is de leefbaarheid binnen de dorpen te vergroten voor die groep mensen die daarbij ondersteuning kan gebruiken, waardoor men langer zelfstandig kan blijven wonen. Klopt dat? Herman van der Steenstraten en Maartje van der Molen, beide dorpsondersteuners in Dirkshorn. En wethouder Ben Blonk, die daar verantwoordelijk voor is geweest. Nog even voor de kijker, voor de duidelijkheid. Wat is nou precies de doelgroep van jullie als dorpondersteuner, Maartje? Ja, de doelgroep zijn voornamelijk toch oudere mensen. Maar we merkten toch ook dat de doelgroep toch wat breder is gaan worden. Dus, en waar moeten we dan aan denken? Mensen die chronisch ziek zijn? Of? Onder andere, maar ook mensen die toch een speciale oppas nodig hebben. Als je toch wat een bijzonder kind hebt, dan heb je ook een goede oppas nodig. En die zijn ook bij ons terechtgekomen.
En wat is dan, hoe vindt deze doelgroep jullie? Is er een noodnummer of een website? Of houden jullie spreekuur? Of spreken ze je aan bij de supermarkt? Nou, eigenlijk allemaal. Ze spreken ons aan. Gewoon in de supermarkt of als ik onderweg ga naar school. Of mensen kunnen ons bellen, ze kunnen ons mailen. We hebben een spreekuur in Horenhoeven. Elke eerste maandag van de maand is dat. Dat is de manier waarop jullie gevonden worden. Ja. Want hoe lang zijn jullie nou bezig, Herman? Nou, gestart is in 2015 eigenlijk. Ja. En dat is een proeftijd van 2 jaar om eens te kijken van wat kunnen we nou ontwikkelen. En slaat het ook aan? Maken mensen er gebruik van, ja of nee? En wat we merken is dat we in ieder geval wel in de picture zijn. Iedereen kent ons wel als dorpsondersteuner. En nog even een aanvulling over de doelgroep. Eigenlijk, dat is eigenlijk de tegenhanger een beetje van de VOA's, van de vrijwillige ondersteuners, de oude ondersteuners. Wij zijn eigenlijk voor iedereen in wezen. Dat is wat we graag willen, dus van jong tot oud. Okay. Maar dat er van ons het meest gebruik gemaakt wordt door de ouderen. Dat is eigenlijk wel logisch, omdat die tegen een heleboel zaken aanlopen waar ze niet zo goed raad mee weten. En of dat nou gaat om formulieren invullen. Of hoe kom je aan digitale formulieren? Want dat is tegenwoordig natuurlijk gebeurt dat veel. Dus mensen moeten ook verstand kunnen hebben van hoe ga ik met een computer om en hoe doe ik dat nou. Maar is het dan ook bijvoorbeeld als iemand een tuinman zoekt of een schilder? Als de heggers noemen moet worden en ze kunnen dat niet zelf, dan gaan wij op zoek naar iemand die dat wil gaan doen. Of er moet wat gerepareerd worden of allemaal dat soort zaken. Dus je kan het in een heel breed scala kunnen bedenken. En hoe word je dan dorpsondersteuner? Ben je dan al een bekend figuur in het dorp die tegen iedereen zegt, hey, hallo, hoe gaat het? Of hoe ben je aan deze baan gekomen? Ik ben naar de dorpsvergadering gegaan en toen werd dat gepresenteerd, dat ze daarmee bezig waren. En daar werd ik heel erg enthousiast van. En toen kwam de enquête voorbij. Zou je dat zelf misschien eventueel willen? En toen heb ik aangegeven dat ik dat wel erg leuk leek. En ben jij een echte Dirkshorenaar? Nee, ik kom hier niet vandaan. Nee, mijn man komt hier vandaan. En hoe lang woon jij hier al? 13 jaar. Nou, dus je kent al wel aardig wat mensen. We hebben kinderen, dus En mijn man zit ook bij de brandweer, dus mijn kring is wel aardig uitgebreid hier. Ja. Want is het een baan of is het een vrijwillige? Het is vrijwillig. Het is vrijwillig. Helemaal vrijwillig. Ja. Want wat was voor jou de reden, Herman, om je hiervoor aan te melden? Of ben je gevraagd? Ik ben gevraagd uiteindelijk. De reden is omdat het eigenlijk ook een beetje mijn eigen professie is van toen ik nog aan het werk was. Mm-hmm. Deed ik psychosociale hulpverlening. Ook voor een brede groep, van jong naar oud. En dan ga je met pensioen en dan kun je natuurlijk achter de huis gaan zitten en vooral niks meer doen. Maar toen las ik hierover en er was een behoefte aan een dorpsondersteuner. Ik denk, nou, dat ken ik, dat weet ik. Dus, en ik vind het ook leuk werk. Je gaat met mensen om, je komt op een heel veel plekken. En het is een variëteit van allerlei problematiek waar je tegenaan loopt. En wat toch een uitdaging is om te zien of je dan een oplossing kan krijgen, ja of nee. Ja. En met wie je dat samen zou kunnen doen. Ja. En dat vind ik, ja. Is het een gat in de markt? Hebben jullie iets bedacht waar echt veel behoefte aan is in het dorp? Ja, aan de ene kant wordt het natuurlijk vanuit de overheid heel erg gepromoot. Want mensen moeten steeds meer zelf acties ondernemen, zelf dingen doen om een zaakje te regelen en op te lossen. Ik denk dat het wel goed is dat binnen zo'n gemeenschap als Dirkshorenen, dat iemand is die daar een soort helikopterview over heeft. Bij wie kun je nou terecht en van welke mensen kun je nou gebruik maken? Er zijn natuurlijk zoveel instellingen en voorzieningen die functioneren, die goed functioneren, maar die niet iedereen weet waar die nou waarvoor naartoe moet. Dus als je daar een spil in kan zijn en mensen de juiste weg kan wijzen, zodat ze daar ook gebruik van kunnen maken, dus problemen ook daadwerkelijk kunnen opgelost, is natuurlijk een... Nou, dat is mooi en ook prettig om te doen. Ja. Ja. Wat is het een succes, wethouder Blonk? Ja, dat denk ik wel. Want ik herinner me nog dat begin 2014 de dorpsraad bij mij kwam.
In de vorm onder andere van Renske Pon. En die had dat op televisie eens gezien. Ergens in Brabant was een plek waar dit ook was. En die dacht eigenlijk van, joh, als gemeente ben je bezig met de transitie in het sociaal domein. Hè? Uitbreiding jeugdzorg. De WMO werd uitgebreid. En hij had het idee van, god, dat zou ook wel iets voor Dirk Zorn kunnen zijn. En ik kan me nog herinneren, er kwam toen heel veel op ons af. We wisten ook helemaal niet hoe het financieel allemaal ging en zo. Maar ik heb wel tegen hem gezegd van, joh, het kan me niet schelen wat het kost. We gaan er gewoon mee in de slag, want ik weet zeker dat het goed is. En uiteindelijk, ze heeft het nog een jaar geduurd voordat het helemaal in werking gesteld is. Maar het is nu wel gebleken. En het mooie vind ik ook, ik vind het toch nog weer redelijk professioneel geworden. Zij zijn gelieerd aan Wonen Plus Welzijn. Krijgen ook een opleiding vanuit Wonen Plus Welzijn. En inmiddels heeft het zich ook uitgebreid in Schagen, in Petten. Dus er zijn ook andere dorpen die allemaal weer iets, het heet dan weer net iets anders. Zij heten dan vrijwillige onafhankelijke adviseurs. Ja. Maar je hebt in Petten een dorpsondersteuningspunt en zo. Vroeger heette het inderdaad de vrijwillige ouderenadviseur, maar al gauw bleek dat dat te krap was. En wat je dus ziet is dat andere dorpen oppakken. En maar is dat allemaal dan wel gelieerd aan elkaar? Is er een databank of is er iets waarvan uit we dan samenwerken? De supervisie ligt bij Wonen Plus Welzijn. Dus er is ook één keer in de zoveel tijd is er ook overleg zeg maar, met Wonen Plus Welzijn. En daar kunnen zij ook altijd steun vragen. Ja. En wat zij natuurlijk doen is, zij worden geconfronteerd met vragen. En soms kunnen ze dingen zelf oplossen omdat ze een netwerk hebben of dat ze gebruik maken van 1200 vrijwilligers van Wonen Plus Welzijn. Maar soms moet er ook professionele hulp ingevlogen worden. En dan is het heel belangrijk om een goed contact te hebben met onze wijkteams. Nou, en dat in het begin was dat allemaal een beetje stroef en zo, maar het gaat ook steeds beter, zodat ze elkaar weten te vinden. En we moeten uitkijken dat als er professioneel hulp geboden wordt, moet worden, dan moet je het ook daadwerkelijk doen. En dan moet je dus niet het met vrijwilligers moeten doen. Dus en dat is iets wat zij eigenlijk moeten bewaken. Van op het moment dat het echt nodig is, moeten ze opschalen. Ja, want dat is de afweging die zij maken. Ja. En daar zijn jullie ook voor opgeleid, zeg maar, om te kunnen zien. Nou ja, ik noem maar wat, een wondverzorging, of daar dan een rechte zuster bij moet komen, of dat een buurvrouw kan doen. Ja. Nou, dat is best wel een verantwoordelijkheid, denk ik. Ja, want zijn er ook heftige gevallen, schrijnende gevallen, die nu opeens aan het licht komen, omdat jullie hier rondwandelen? Ja. Zonder naam en toenaam. Ja, ik mag de inhoud natuurlijk niet weergeven, maar ze zijn er wel. Ja. Dus dat lijkt mij wel heel veel voldoening geven. Ja, zeker. Doordat jij er bent, dat die mensen opeens zichtbaar worden. Ja. En de juiste hulp dan krijgen. Ja. Maar ze kunnen overal tegenaan lopen natuurlijk. Dat gaat van schulden tot werkloosheid tot vechtscheidingen en zo. Ik bedoel, in eerste instantie kunnen zij daar tegenaan lopen. En het grote voordeel van hen beiden is dat zij natuurlijk heel laagdrempelig zijn. Ze zijn bekend in het dorp en zo. En in onze wijk die mensen toch wat anders. Hè. Die staan toch iets meer op afstand. En zij kunnen heel snel, ook met eenzaamheid, misschien via horen ze dat. En dan kunnen we kijken met elkaar van wat kunnen we eraan doen. En sommige dingen kunnen ze zelf, maar een aantal dingen kunnen wij als wijkteam. En soms kunnen wij dat ook niet. En moeten wij zorgaanbieders inschakelen. Er zit vaak ook een vraag achter de vraag. Hè? Je komt voor een heg die te wild wordt, wat men dan niet meer zelf kan doen. Maar dan blijkt dat er toch meer achter zit. Ja. Dus dat is wel mooi. Ja, want de gemeente heeft behoorlijk geïnvesteerd om de dorpsondersteuners in Dirkshorn hier te laten zijn. In ieder geval tijd en heeft het echt ondersteund. Wat is belang voor de gemeente Schagen? Nou, het betekent natuurlijk dat voor onze wijkteams er heel veel vragen worden afgevangen. En wat ik al zei, die laagdrempeligheid die zij hebben, die kunnen wij gewoon niet bieden, niet op die manier. En wat wij hopen natuurlijk is dat je met een soort netwerk zorgmeiders en zo ook op gaan sporen. Want dat is iets wat natuurlijk nog best wel een probleem is. Maar ook het probleem eenzaamheid. Nou, dan kunnen zij natuurlijk, misschien horen ze dat via en zo, omdat ze hier in die gemeenschap leven. En dan kunnen we kijken met elkaar of we daar iets aan kunnen doen. Dat moeten de mensen natuurlijk zelf ook willen. Maar voor ons is het echt een voordeel. En ze vangen heel veel dingen af voor onze wijkteams. Ja, en voldoet het aan de verwachtingen? Ja, ja. Meer dan dat. Dat zou bijna betekenen dat u er veel waarde aan hecht dat in heel de gemeente Schagen dit soort dorpsondersteuners actief zijn. Is dat al zo? U noemde net een paar plaatsen. Nou, het zei ik al in petten is. Het in Schagen zitten we op twee plekken. De Groene Schakel en in Markt 18 zitten we. En nou, we zitten hier. En Tuitje Hoorn zitten we ook. Ja. Dus, en als er andere gemeenten, andere dorpen in onze gemeente zijn die zeggen dat wil ik ook, dan gaan we dat ook faciliteren. Maar het is niet zo dat u als gemeente actief in de dorpen die u niet noemt, Schagenbrug, Waarland, noem maar wat, dat u daar actief aan het werven bent? Niet actief nog, maar wel die spreekuren natuurlijk die ze houden, dan wordt bekendheid aan gegeven en dan kunnen ze natuurlijk van alle kanten kunnen ze komen, ook uit andere dorpen. Maar als daar echt belangstelling voor is, dan zouden wij dat ook gaan faciliteren. Ja, belletje met de gemeente?
belletje met de gemeente. Ja. Ja. En we hebben natuurlijk ook een signaalfunctie, dus ook naar de gemeente toe. Om dingen kenbaar te maken als we merken dat buiten deze regio ook vragen komen. Want dat kan natuurlijk. En zo wordt dat ook zeker geroepen. Is het dan niet wijs om daar ook eens te kijken of je niet een gelijksoortige dorpsondersteuning op kan zetten? Ja. Ja. Nou heb ik begrepen, jij bent nog niet zo lang dorpsondersteuner. Nee. En jij gaat binnenkort vertrekken. Ja. 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 Hoe kan dat nou? Ja. Ze heeft een hekel aan me waarschijnlijk. Is dat het? Ja, ik denk het. Ja, jij komt en ja. Zij gaat. Ja. 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 Jij gaat verhuizen. Ja, mijn man die riep dat altijd. Van die werkt in het oosten van Nederland. En die roept altijd, ik kan hier wel wonen. En ik zei altijd, nee. En dan ga je toch? Maar ineens ging de knop om. En, ja. We gaan is, er wel. Al, is er al een opvolger? Nee, nog niet. Nog niet? Nee. Maar wordt wel aangewerkt, neem ik wordt aan. Wel aangewerkt, ja. Kunnen we een oproep doen? Ja, zeker. Ja, neem de camera, een lampje brand. Profielschetsen indienen. Ja, ja. De dorpsondersteuner in Dirkshorn, een succes, begrijpen we. En mocht zich een vervanger voor jou melden, ja. Dan is die van harte welkom. Tuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ik wens jullie vreselijk veel succes met mooi werk. Dank je wel. Dank je wel. Naar Maartje en Renske, leerlingen van Jan Kuhne. En zij maken, dit is Renske en dit is Maartje, en jullie maken klezmermuziek. Kun je even vertellen wat dat is? Ja, het is een Joodse muziekstijl die vooral bij bruiloften wordt gespeeld. En is dat met heel veel, jullie spelen dan gitaar en saxofoon, maar is dat ook niet heel veel met viool? En... Ja, het is vooral ook met klarinet en saxofoon. Ja. En waarom hebben jullie daarvoor gekozen en niet voor R&B of pop? Of, Nou, het waren op zich wel leuke nummers. Ja. Oké. Okay. En onze leraar. Wacht even, en? Onze leraar die had een boek, dus zo kwamen we er ook wel bij. Die heeft jullie daar een beetje die kant op geduwd? Ja, we kwamen bij een boek en toen deden we een nummer en ze dachten van, nou, dit is wel wat. Dit moeten jullie doen, dat zei hij niet. Nee. Het is wel en wat gaan jullie nu spelen? Want jij gaat eerst een solo stuk doen? Ja, eerst een solo stuk van Bizet, een saxofoon solo. En daarna gaan we een klezmernummer doen, Die mee ga je. Nou, dat klinkt heel spannend. Succes, dames.
Dat waren, ik moet even naar de Maartje Steen en Renske Lietlama. Spreek ik dat zo goed uit? Ja, helemaal goed. Vier nieuwe gasten aan tafel. Ted Saad, Dirks Horn Bruist, Linda Pangras en Margriet Parelberg. Die zijn van de Dorpsraad. En Kees Stoop, de nieuwe wijkagent voor Harenkarspel. Eerst even naar Ted. Mijndirkshorn.nl, Dirks Horn Bruist. We hebben de Stichting Dynamisch Dirks Horn. We hebben de Dorpsraad Dirks Horn. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Ja, en er gebeurt ontzettend veel in die dorp. Is dat het? Ja. Of kunnen jullie het niet met elkaar eens worden en hebben jullie allemaal aparte stichtingen opgericht? Nee, dat kan ook. Absoluut niet. Oh, absoluut niet. Okay. Even terug naar het begin, dan ben je weer helemaal bij. Gemeentelijke herindeling, vlak daarvoor gemeente Harenkarspel, doorontwikkeling Veerslootgebied. Gemeente Harenkarspel heeft gezegd, ja, wij willen niet allemaal die verenigingen. Eén aanspreekpunt, daar is de stichting Dynamisch Dirks Horn uit voortgekomen. Inmiddels 35 verenigingen die lid van ons zijn. En wij, met hulp van Cyber en SDA Vormgeving, hebben we de site Dirks Horn Bruist. Ja, maar wat doet Dirks Horn Bruist dan anders dan bijvoorbeeld de Dorpsraad Dirks Horn? Nee, de Stichting Dynamisch Dirks Horn doet samen met de Dorpsraad een aantal zaken in het dorp, waarbij de taken zo verdeeld zijn dat de Dorpsraad, zeg maar, de openbare ruimte doet en wij komen op dienende belangen van de verenigingen. Zo zit het in elkaar. Zo zijn de rollen verdeeld. Om een voorbeeld te geven. Ja. We zijn nu bezig met de tweede fase, Veerslootgebied. We hebben maandagavond met de verenigingen om tafel gezeten. Zijn druk aan het tekenen. Maar het haventje, dat ligt meer in het openbaar gedeelte. Ja, dat doet de Dorpsraad. Ja. Maar samen gaan we richting gemeente over het hoe we daar willen hebben. Oké, nou, helemaal duidelijk. Wij snappen het nu. Ik vraag me af of het publiek het ook snapt. Lonneke, u dacht al, waar is ze? Ja, waar is ze? Maar wij dachten, wij gaan het eens dus even vragen. U woont in Dirks Horn, meneer? Geboren en getogen. Geboren en getogen. En u kent de site Dirks Horn Bruist? Ja. En kijkt u daar wel eens op? Enkel keertje, niet altijd. En waar bent u dan naar op zoek? Dat legt eraan wel wat de doelstelling is. Meestal is het voor de sport. Voor de sport? Ja. En als er dingen te doen zijn en u weet niet zo goed wat de bedoeling is, dan gaat u ook automatisch naar Dirks Horn Bruist. Ja, ja. Dus het dienstendoel. Ja, dat ben ik zeker. Nou, dat vind ik heel leuk om te horen. Dat wilde ik even weten. Ja, dank u wel. Ja, nou, dat is dan duidelijk. Iedereen snapt hoe het zit. Dan gaan we het nu over de inhoud hebben, want er ligt een leefbaarheidsplan voor Dirks Horn. En volgens mij hebben jullie daar allemaal, zowel Dynamisch Dirks Horn als de Dorpsraad, aan meegewerkt. Klopt dat? Dat klopt. Maar daar had de Dorpsraad, de regie in, die was de grote trekker. En wij hebben als Stichting Dynamisch Dirks Horn het chapiter verenigingen en voorzieningen voor ons rekening genomen. Ja. Ga ik naar Linda toe van de Dorpsraad. Ja, jullie hebben een leefbaarheidsplan gemaakt. Was niet goed met de leefbaarheid in het dorp? Nou, leefbaarheid kan natuurlijk altijd beter. Er is in 2011 is het laatste leefbaarheidsplan gemaakt. En wij vonden dat het tijd werd voor een vervolg. Het is altijd goed om te kijken, denk ik, naar verbeteringen. Naar dingen die mooier kunnen, die beter kunnen. En daar zijn we mee aan de slag gegaan. Ja. En wat staat er op jullie wensenlijstje? Nou, we hebben het in vier onderdelen is het leefbaarheidsplan verdeeld. Werk en wonen. Welzijn en eigenheid. Verkeer en veiligheid. Kijk even naar jou, Margriet. En wonen en werken. Ja, Margriet, je mag hard op praten. Ja. Je mag gewoon lekker meedoen. Vier onderdelen dus. En we hebben elk onderdeel heeft zijn werkgroep gekregen. En die heeft gekeken in dat gebied waar het beter kan, waar het mooier kan. Wat de wensen zijn. Ja, maar noemen ze dan ga ik even naar Margriet. Noemen ze een praktijkding. Wat willen jullie nu praktisch verbeterd hebben in het dorp? Nou, heel praktisch en heel actueel is woningbouw voor starters. Daar weet Linda dan alles weer van. Maar dat was een speerpunt. Omdat bleek dat we hadden een enquête gehouden. Wonen in een gat, wil je dat? Dat was het thema van leuke de enquête. Leuke titel. Ja. Daarmee degradeer je het dorp. Dit is gewoon wel, hè? Nee. Oh, okay. Het gaat trouwens ook over Stroet en Groenveld. Hè? Ja. Er zijn drie dorpen bij elkaar. En daar reageerden ook heel veel jonge mensen op. Die willen best wel in dit gat wonen. Maar er is weinig weinig starterswoningen zijn er. Ja. En dat is gelijk opgepakt.
En de jongeren zijn benaderd. En die kwamen in grote getalen opdraven. En nou ja, vanochtend stond het in de krant dat er in ieder geval 8 woningen gerealiseerd worden. Ja. Op een terreintje wat al een hele tijd daarvoor beschikbaar was. We willen natuurlijk nog veel meer. Maar dat is al... Nou ja, vorig jaar lag het plan. Dus die kunnen jullie afvinken. En wat stond er nog meer in het plan? We willen natuurlijk alleen maar successen horen. Dat snap jullie wel. Nou, opknappen van de ruimtevaart van de Dorpsstraat zijn we mee bezig. Wordt ook hard aangewerkt. Ruimtevaartbuurt. Dat is in de jaren 70 gebouwd. Dat is verouderd. De structuur en de parkeervakken en alles wordt ook opgepakt. Parkeerhaventje op Stroet. Ja. Maar zijn dat dan projecten die opgepakt worden door de gemeente en ook door de gemeente betaald worden? Of hoe? Er is natuurlijk nergens geld voor. Nee. Dat is een bekend feit. Maar wij leveren een bijna kant-en-klaar pakketje. Nou ja, van dit willen we. Wat is mogelijk? En dan is het de bedoeling dat wij doen wat wij kunnen en dat de gemeente doet wat zij kunnen. Dus ja. Bekende participatie. Ook, dus jullie gaan zelf ook met een schep de grond in om parkeerplaatsen te realiseren, moet ik dat zo zien? Een speeltuintje, dat hier in de ruimtevaartbuurt is naar aanleiding van het vorige leefbaarheidsplan een speeltuintje gerealiseerd door ouders. En hoe mobiliseren jullie die dan, Linda? Hoe werkt dat dan? Zijn het altijd dezelfde mensen? Is er een harde kern? Of weet u altijd wel mensen te vinden die zich daarvoor in willen zetten? Nou, je kent sowieso natuurlijk mensen die je altijd wel kan vragen. Maar het is ook heel afhankelijk van wat voor project het is. Want met speeltuintjes heb je natuurlijk met ouders te maken die daar blij van worden als het daar goed is. En met het woongebeuren, zeg maar, daar heb je de jeugd weer voor nodig die daarmee aan de slag wil. En dan benader je weer andere mensen die dan mee willen helpen. Maar de bereidheid is er? De bereidheid is er, ja, die is er absoluut. En het enthousiasme ook. En dat is gewoon heel mooi om het op die manier neer te zetten. Want dan word je met z'n allen er blij van dat het... Dat er iets moois neergezet wordt. En ook in een korte tijd. Dus dat is, Nou heb je ook mijndirkshorn.nl. Daar kunnen inwoners uit Dirkshorn hun ideeën en wensen voor het dorp kenbaar maken. Loopt het storm? Dat durf ik eerlijk gezegd niet. Nee. Het is storm. Nee. Niet heel storm? Niet heel storm. Nee, hoe kan dat? Nou, ik had afgelopen dinsdagavond een bijeenkomst op Stroet met inwoners over die parkeerhavens. En toen vroeg ik of ze het kenden. Maar ze kenden het niet. Dus ze hebben ook wel folders in de bus gehad, maar terzijde gelegd. En er is nog een mooi filmpje gemaakt, volgens mij, waarin de inwoners worden gepromoot om vooral met hun ideeën te komen. Ja. Maar ja, toch onbekend. En er staat geen linkje op Dirkshorn Bruist? Het is wel ik meen ook via het Dorpsblad het contact. Ook. En zeker via de site Dirkshorn Bruist is het onder de aandacht gebracht. Ik moet zeggen dat de gemeente daar ook heel veel energie in heeft gestoken. Ik geloof dat er €5.000 in de pot zat van gemeentekant voor goede ideeën. Ja. Nou, dat is niet gelukt. We zien in Dirkshorn dat er heel veel dingen van de grond komen. Dat er echt wel veel aan zelfredzaamheid en zelfwerkzaamheid wordt gedaan. Maar niet alles lukt. En dit is een voorbeeld van dat niet gelukt. En misschien heeft dat toch een langere aanlooptijd nodig gehad. Maar zoals Margriet al zei, langs andere kanalen, bijvoorbeeld via het leefbaarheidsplan, komen de wensen van de burgerij komen toch bij de juiste portefeuillehouder terecht. Ja. Nou, nog maar eens de oproep. Inwoners Dirkshorn, Groenveld en Stroet, ga naar mijndirkshorn.nl en geef daar jouw wensen aan. Ja. Even een sprongetje in het zand. Daar waren we vorige maand met het programma. Daar werd het idee geopperd, en dat is nu in volle uitvoering, dat verenigingen uit het dorp de boer op gaan om glasvezel te promoten in het dorp. Is dat wat voor Dirkshorn? Dat lijkt me zeker wat voor Dirkshorn. Zijn jullie er al mee bezig? Ik heb mijn medebestuursleden daar vanochtend over gemaild met de tekst 10 punten voor het zand. Zou iets voor ons kunnen zijn. En wij gaan in de volgende algemene ledenvergadering gaan wij zeker proberen onze achterban, onze leden te mobiliseren. Want als je zegt ik wil niet leven in een gat, dan moet je eigenlijk ook glasvezel hebben natuurlijk. Ja, want ik kan me zo voorstellen, Dirkshorn Bruis, je zegt net dat jullie 35 verenigingen vertegenwoordigen. Ja. Dat betekent dat daar absoluut een aantal verenigingen bij zit die hun leden kunnen mobiliseren om glasvezel te gaan verkopen, zeg ik maar even. Nou ja,
ik weet niet of het allemaal verkopers zijn, maar dat we daar een slag in moeten maken, dat is wel duidelijk. Overigens hebben we ook, worden we gesponsord door het bedrijfsleven. 30 ondernemers die ons sponsoren. Dus het kan ook dat het bedrijfsleven, net als het zand, hier de schouders onder moet zetten. Ja. Want net als, jullie hebben zoveel verenigingen die de inwoners vertegenwoordigen, maar een echte bedrijvenvereniging kent het dorp niet, hè? Dat kent Dirk Zoren niet. Nee. En toch 35 bedrijven, dus dat zou moeten kunnen. Het zou moeten kunnen, ja. Nou. Het is er wel geweest, weet ik, in het verleden, een middenstandsvereniging. Ik meen dat was voordat de bedrijventerreinen waren, de bannen en de dijken. Dus daar ligt voor ondernemers nog een taakje om zich te organiseren. Heel kort aan alle drie. Hoe ziet Dirkshorn er over 5 jaar uit, Margriet? Bruisend. Ja. Nou, dat is... Korter kan bijna niet. Ja. Linda? Met een hoop jeugd en volle scholen. En een mooie bestrating hiervoor en... Ja, toerisme dat misschien nog... Dat hele leefbaarheidsplan is afgewerkt. Ja, dat al die vinkjes zijn afgewerkt. Ja, ja. Ik denk dat het mooi zou zijn dat de startsubsidie die wij van wethouder Blonk hebben gekregen, dat hij dan, als hij ooit stopt in de politiek, dat je denkt, dat was een hele goede investering daarin, Dirkshorn. Dat heeft zich echt terug verdiend. Ik wens jullie buitengewoon veel succes met alle plannen en verwezenlijk alles wat er in het leefbaarheidsplan staat. Ja. Dank jullie wel. Dank je wel. En dan hebben we een nieuw gezicht. In voormalig gemeente Harekaspel, moet ik zeggen. Kees Stoop. Ben je al bekend met het stratenplan van Dirkshorn, Kees? Nee, daarvoor wil ik nog te kort als wijkagent. Ja, ik ben vanaf 28 januari dit jaar ben ik begonnen. Dus dat gaat iets te snel, denk ik. Dus als we het hebben over de Sputnikstraat en zo, dan denk jij, het zal wel. Ik toets hem in op mijn tomtom. Ik denk niet, het zal wel. Maar ik ben wel enigszins bekend. Ik heb in het verleden in het Schagense gewerkt, een jaar of 10. En daarna ben ik naar Den Helder gegaan. Heb ik 4 jaar als wijkagent heb ik gewerkt. En na die 4 jaar kwam voor mij de mogelijkheid om terug te gaan naar dit werkgebied. Door het vertrek van Anne-Kees Meijners. En die kant was voor mij mooi eigenlijk. Want ik kan me voorstellen, want je hebt dan in Den Helder gewerkt. Volgens mij niet een van de makkelijkste plekken om te werken. En dan wil ik niet generaliseren of vooroordelen, maar het lijkt me soms best lastig. En nu kom je hierheen en hier heb je ook best wel wat probleem dingetjes. Ja. Als ik het zo mag, hè, met hangjongeren. Ja. En dat het ook een reden is van jouw overstap. Zo van, nou, die jongen heeft er wel ervaring mee, dus die moeten we dan maar op die plek zetten. Of is dat louter toeval? Ja, nou ja, ik denk dat het gewoon eigenlijk gewoon zo is gegaan. Was niet echt dat er echt over nagedacht is of zo. De gelegenheid ontstond. En daar ben ik op ingesprongen. Ik heb in Den Helder gewerkt. Ik heb met heel veel plezier gewerkt. Echt heel veel leuke contacten met mensen, ook vanuit het verenigingsleven, middenstand, noem het maar op. Dus wat dat betreft vond ik het eigenlijk ook wel weer een beetje een dubbel gevoel geven. Hè? Van je begint ergens nieuw, maar je laat ook iets achter. Ja. Je hebt dus toch 4 jaar gewerkt om wat op te bouwen daar. En dat is... Oh ja, en in een stad. Ik las op een gegeven moment ergens dat jij ook heel geliefd was bij de daklozenopvang bijvoorbeeld. Dat Casey voor en Casey na was. Ja, dat is hier allemaal niet. Het is wat dat betreft wat minder spannend, denk ik. Kunnen we dat? Je bedoelt... We zetten het in het leefbaarheidsplan. Ja. Nee, maar is dat iets wat je misschien gaat missen? Want dit is natuurlijk toch een hele andere soort mensen. Ja, het is inderdaad anders. Dat is voor mij ook nog even zoeken. Je kan het stedelijke kan je niet vergelijken met zoals Harekaspel is ingericht. En dat zie ik ook als een uitdaging. Ja. Ik heb er enorm veel zin in. En wat ik vanavond heb gehoord al met de dorpsondersteuners enzovoort. Ja, dat klinkt mij als muziek in de oren. Ja. Ja. Want hoe ziet de gemiddelde werkdag van Kees Stoop eruit hier op het platteland? Nou, hier op het platteland vind ik het een beetje lastig om te zeggen. Maar vanuit mijn ervaring eigenlijk weet je het eigenlijk nooit. Je gaat wel met een bepaald idee, stap je in je auto onderweg naar je werk. En ik begin meestal met het openen van mijn Outlook en mijn agenda.
om eens te kijken welke afspraken ik allemaal heb gemaakt. Ja, en dan zijn er mensen die met mij in contact willen, om verschillende redenen. En ja, die bel ik dan terug. Kijken van nou, ja, wat kan ik voor die mensen betekenen? Ja, want je moet als wijkagent ook heel dicht bij de bewoners staan. Ja. Ben je makkelijk bereikbaar? Kan ik jouw nummer googlen? Mijn directe nummer kan je niet googlen. Maar we hebben een algemeen nummer bij de politie, 0900-8844. Via dat nummer kan je mij bereiken. Dan gewoon even vragen naar Kees Stoop en dan verbinden ze me door. Nou ja, ik denk dat je nog wel moet zeggen van nou, de wijkagent waar het om gaat. Van de gemeente Schagen. Ja, dat helpt wel, denk ik. Maar je kan hem wel twitteren, hè? Ja, je kan hem twitteren. Twitteren, ja, dat kan. En je hebt nog niet zoveel volgers als je voorganger. Nee. Die zit op dik 900 en jij hebt er 143. Dus er valt nog wel wat... Verschil moet er zijn, hè. Ja. Vanaf 28 januari is dat toch niet slecht? Nee, nou goed, weet je. Twitter is een medium en het is een hele leuke manier om met elkaar in contact te zijn. Of te laten weten aan andere mensen van wat je doet. Maar Anne-Kees was een buitengewoon fanatiek twitteraar, hè? Ja, die zet zelfs sneeuwballengevechten met jongeren in zijn nieuwe wijk. Ja. Op Twitter. Ja, ik heb het gezien. Ja, dan ga je dat ook doen op die manier? Nou, ja, nee, ik ben geen Anne-Kees, ik ben Kees. En iedereen doet het op zijn eigen manier. Dus je doet de helft van, je probeert de helft van. Nou ja. Nee, dat flauw. Dat is flauw. Ja. Hey, wij zijn nog wel benieuwd, want er is wat problematiek hier. Ik noemde het net al, de hangjeugd en zuipketen zijn hier ook. Heb jij daar al over nagedacht, hoe je dat aan gaat pakken? Eigenlijk de politie werkt op twee verschillende manieren. Dat is incidentgericht en probleemgericht. Het woord op zich zegt het al. Hè. Het incidentgerichte, dat is wat de surveillance dienst op zich neemt. De meldingen die via 112 en 0900 binnenkomen. Via 112 wordt het via de meldkamer direct aangestuurd. En via 0900 meldkamer of via de wachtcommandant. Het probleemgerichte, dat is eigenlijk ook waar het werk van de wijkagent naar voren komt. Ja, dus ik monitor de wijk procesmatig. Dat is ook zo belangrijk dat mensen moeten melden als er iets aan de hand is. Want dan komt het mooi in mijn systeem naar voren toe. Dan kan ik ook trends herkennen. En op het moment dat ik een trend herken, dan gaan we probleemgericht werken. Dus dan gaan we kijken, wat houdt het probleem in? Dan probeer je samen met of de melders of andere specialisten of de gemeente of de wooncompie of wie dan ook. Maar dat is, sorry dat ik je onderbreek, maar dat is eigenlijk reactief wat je doet. Het is dus niet dat jij nu alles een beetje gaat kijken van nou, wie huppelen daar allemaal rond en wie is Pietje, Arie en Jantje en daar moet ik eens eventjes een beetje contact mee maken. Of is dat niet het werk van de wijkagent? Nou ja, het proactieve, dat is ook werk van de wijkagent. Dus als je een probleem signaleert en je kan erger voorkomen, dan doe ik dat natuurlijk ook. Ja. Ja. Maar vooral is het belangrijk dat je als wijkagent de samenwerking opzoekt met mensen die er zeg maar ook een bijdrage aan kunnen leveren. Zeg maar. Dus een probleem oplossen doe je in de breedte. En dan heeft het ook de grootste kans van slagen. En daar hebben de bewoners een rol in, daar heeft de gemeente een rol in. En als de politie daar een bijdrage aan kan leveren, dan doen we dat graag. Maar sommige problemen zijn ook lastig op te lossen. Hè? We hebben hier schuin aan de overkant van de weg een bungalowpark, wat niet echt een bijzonder goede reputatie heeft, de Horn. Daar zijn al burgemeesters met dat dossier bezig geweest. En die kunnen de problemen die daar zijn niet oplossen. Denk jij daar een rol in te kunnen spelen? Nou, daar heb ik me nog niet in verdiept. Nee. Dat is nog iets te prematuur voor mij. Iets te pril. Ja. Ja. Maar je gaat daar wel naar dat soort dingen, want je hoort ervan. Ga je daar dan een keer op visite om te kijken of je je vinger op het probleem kunt leggen en mogelijk kunt oplossen? Ik heb daar nog niet over nagedacht. Nee. Nee. Nou, komt vast wel eens. Komt vast wel, de Horn komt vast lang. Daar ben ik van overtuigd. Ja, wij wensen jou ongelooflijk veel succes en vooral heel veel plezier. Ik volg je op Twitter, dus ik verwacht ook wel toch een beetje leuke berichtjes en zo. En dat je ons meeneemt. Hè. Laatst had je getwitterd, dit is mijn werkplek vandaag. Ja, dan ben ik alleen maar jaloers, want dat was dus een prachtig weiland. Ja, mooi, hier. Dus ook daar wensen we je heel veel succes mee. Dankjewel. En dankjewel voor je komst. Graag gedaan. We gaan weer naar de dames van de muziek. Die hebben weer twee prachtige stukken. Ik ben eerst benieuwd, wat gaan jullie spelen? Mordechai en Scholem Zulzai. Succes! Bedankt.
Steen op gitaar en Renske Lieklama was dat op saxofoon. Het zijn allebei leerlingen van Jan Kühne. En daar hebben jullie een hoop van geleerd. Prachtig, dankjewel. Aan tafel twee voorzitters van sportclubs hier in Dirkshorn. Henk Rijs, voorzitter van de voetbalvereniging. En Kees van der Klein, voorzitter van de golf. Henk, ja, is het een sportdorp? Thuishorn? Thuishorn, Dirkshorn. Dirkshorn is zeker een sportdorp. Ja, ik hoef jullie allemaal niet op te noemen wie Thomas Dekker is, was. Nog steeds is. Ja, hij is nog steeds Thomas Dekker. Ja. Wat dat betreft zijn we wel op de kaart gezet, denk ik. Ja, en voor de rest zijn we denk ik ook een sportdorp. Ja, er zijn heel wat sporten in Dirkshorn die gedaan worden. Van zwemmen tot handbal, voetbal, golven bij Kees en noem het maar op. Ja, want jullie met de voetbalclub zetten jullie bijna ieder jaar aardig op de kaart. Doordat AZ hier een oefenpotje komt spelen, hè? Ja, dat klopt. Het is vorig jaar even een keer niet gelukt, door omstandigheden zal ik maar zeggen. Ja. Maar voor de rest hebben we, nou, ik denk voor de zevende keer AZ hier gehad. En waarom komen ze hier? Nou ja, je hebt wel gemerkt in de loop der jaren dat ze beter zijn gaan voetballen. En dat heeft met het oefenprogramma in Dirkshorn te maken. Zou dat het zijn? Ik denk het wel. Nou, ja. Ik heb begrepen dat jullie grasveld zo enorm goed is en dat ze daarom graag hier komen voetballen. Ja, ik ben blij dat je erover begint, want ik weet niet of Ben er ook, ja, Ben is er ook nog. Wij hadden een heel mooi grasveld. Ja, maar? Omdat wij zeg maar één veld minder tot onze beschikking hebben gekregen via allerlei bezuinigingen in de gemeente. Nou, dat is allemaal bekend, dat is allemaal afgesproken en afgekaderd. Kunnen we ook niet meer op terugkomen. Maar daardoor is het wel zo dat wij alle wedstrijden die we hebben op één veld moeten spelen. Terwijl er twee hadden speelvelden en ook nog wel een trainingsveld. Dat wil zeggen dat de belasting op dat ene veld enorm wordt. Nou, dat kan je nu ook wel zien. We komen net uit de winterstop. Het veld ligt er gewoon slecht bij. Ja. En dat komt gewoon omdat we die wedstrijden niet meer kunnen spreiden. Ja, en dat is gewoon jammer. Ja, en betekent dat ook dat AZ straks niet meer voor Dirkshorn gaat kiezen omdat jullie gewoon geen goed veld hebben? Ik hoop van niet dat ze niet daarom zeg maar niet naar Dirkshorn komen. Het is wel zo dat de velden best wel te herstellen zijn. Ja. Maar dat kost gewoon heel veel energie en tijd en werkzaamheden. Om dat ene veld weer te herstellen, zeg maar. Voorheen, aan het eind van het seizoen zeiden we al een beetje, we gaan naar het B-veld, want dan sparen we dat A-veld een beetje, want dat moet weer mooi worden voor AZ. Ja, die mogelijkheid hebben we nog wel een klein beetje, als we het zelf allemaal een beetje bijhouden, maar niet meer zo als vroeger. Want wat heeft het jullie gebracht, die mooie band met AZ? Want ik kan me voorstellen, ja, dan speel je dus nu op één veld, je stond op twee velden. Is het ledenaantal minder geworden, nou, waardoor jullie dat niet meer kunnen betalen? Of ik kan me voorstellen dat ze juist bij jullie willen komen spelen, omdat je die link hebt met AZ. Nou, dat klopt ook wel een beetje, maar... Kijk, wat de gemeente gedaan heeft, daar kan Ben ook niks aan doen. De gemeente ook niet. Dat zijn gewoon cijfers die bij de KNVB gehanteerd worden. Die zeggen gewoon, je hebt zoveel spelers en dan mag je zoveel velden gebruiken. Nou ja, dat zijn gewoon harde cijfers, punt. Ja. En dat is zo, daar moeten wij en de gemeente ons ook aan houden. Dat is even niet anders. De gemeente heeft overigens wel gezegd, jullie mogen dat veld er best bij houden. Maar dan moet je zelf alles doen. En van daarvoor, maaien tot onderhouden, tot kunstmest en nou ja, noem het maar op. En daarvoor is de kast niet groot genoeg? Nee, dat kost gewoon ontzettend veel geld. Kunstgras? Nou, gezien de informatie die we allemaal gekregen hebben over kunstgras, dat laatste half jaar wil ik geen kunstgrasveld hebben. Nou, maar je kan er ook in plaats van rubber kun je er kurk in doen. Ja, dat is waar. Als je hem nu aan laat leggen, dan... Dat is inderdaad een alternatief. En, ja, misschien. Maar... Dan komt AZ een beetje naar binnen. Veld. kunstgrasveld, dat kost toch gauw 600.000 euro. En ik denk niet dat de gemeente dat... Nou ja, misschien straks met een naborrel, je weet het niet. Je weet het. Nee, maar ja. Ik kan het proberen. Ik moet ook eens zeggen, 3 jaar geleden hebben we dankzij de gemeente een prachtige accommodatie gekregen. De accommodatie zelf, de kleedkamers, kantine en alles, ziet er echt schitterend uit. Ja, alleen aan de andere kant gaan we met de velden een klein beetje achteruit. En dat is gewoon een beetje jammer. Ja. Ik ga naar Kees van der Klein, voorzitter van de golfclub. Moet ik het zo zeggen? Is het een golfclub? Golfvereniging? Ja, de golfclub is de golfvereniging. We hebben ook een golfbaan.
Golfbaan is een aparte stichting. Die beheert dus de baan. En op de baan speelt de club. En ik ben voorzitter van de club. U bent voorzitter van de club. En u bent ook een ridder, hè? We hebben een ridder aan tafel. Ja, maar dat heeft weinig met golfen te maken, hoor. Nee, waar heeft u de onderscheiding voor gekregen? Ik ben ridder in de orde van Oranje Nassau. Ja. Ja, die krijg je niet zomaar, volgens mij. Nee. Oh, ik ben een beetje van, oh ja, ik heb hem gehad, maar... Okay. Maar dat was mijn carrière voordat ik ging golfen. Oh, oké. Dan gaan we het over het golf hebben. Want een grote, volgens mij een volledige 18-holes golfbaan... in een klein dorp als Dirkshorn. Ja, we zijn buitengewoon content met de samenwerking met Dirkshorn. Het is een prachtige baan, 18 holes. Ik denk ook dat wij via de golfbaan Dirkshorn ook landelijk op de kaart hebben gezet. Niet alleen landelijk. We hebben competitieteams die hier naartoe komen. Maar volgende week ga ik zelf een beetje golf in Portugal. En dan heb ik mijn clubtrui aan. Golfclub Dirkshorn. En dan vragen ze, Dirkshorn, waar ligt dat? Wat is dat? Dus met golfbaan hebben we toch een nationale functie. Over voetbal, ik heb onlangs Danny Blind en een keer Marco van Basten mogen welkom heten, die bij ons komen spelen. Dus er zijn echt nationale clubs, mensen die graag bij ons spelen. En komt dat dan door de club of door de baan? Door de kwaliteit van de spelers? Dat is echt de baan? Nou, het is een fantastische baan. En die baan is zo fantastisch omdat we 150 vrijwilligers hebben binnen onze vereniging die meehelpen de baan te onderhouden. We hebben dus professionele baan onderhoud. Dat is een professioneel bedrijf wat voor de fairways en de green zorgt. Maar onze eigen leden assisteren bij snoeiwerk, bij schoonmaken, bij onderhoud. Dus het is een baan met heel veel actieve maar leden. Maar dat is best bijzonder in deze tijd. We hebben het eigenlijk de hele avond al over het hele participatieverhaal. Hè, dat mensen elkaar moeten helpen en meer actief moeten zijn, ja. Ook op dit gebied. Hoe komt het dat die leden zo actief zijn? Het is een verenigingsbaan. Dus de leden hebben 10 jaar geleden ook gefinancierd via een participatie om de baan aan te kunnen leggen. Tegenwoordig kan je ook zonder participatie lid worden. Dus het is nu veel meer toegankelijk voor de leden. Hebben ook heel eerlijk meer nieuwe leden nodig. Dus iedereen is welkom om een keertje te komen kijken. Maar het is een verenigingsbaan. En dat betekent dus dat vanaf het allereerste begin de leden directe betrokkenheid hadden bij het aanleggen van de baan en het onderhouden van de baan. Ja, en natuurlijk, het is verder een ontzettend gezellige club. Dus het is heel leuk om vrijwilliger te zijn, om marshal te zijn, om baanonderhoud te doen, om in commissies mee te draaien, lieve leed. Dus het is een hele actieve, enthousiaste vereniging. Ja, want de baan is ooit betaald doordat mensen aandelen konden... Gedeeltelijk. Het is gedeeltelijk gefinancierd via participaties van de leden. Maar nou heb je het dus weer over de stichting. Dus de stichting is eigenaar van de baan. De stichting heeft dus de baan gefinancierd gedeeltelijk met participaties van de leden. Er zijn 700 participaties uitgegeven inmiddels. En verder is het natuurlijk bankair gefinancierd. Ja, maar ik heb begrepen dat die aandelen nu niet meer... Nee, de markt is nu zodanig dat participaties eigenlijk niet zoveel meer waard zijn. We hebben hard leden nodig en om extra leden te trekken met als barrière een participatie van een paar duizend euro, dat werkt niet meer. Nee. Dus we hebben nu, ik denk dat we nu nog zo'n 350 leden hebben die oorspronkelijk een participatie hebben gekocht. We hebben zo'n 300 leden die hun participatie wel zouden willen verkopen, maar die zijn dus niet zo van waard. En we hebben dus zo'n 200 leden die spelen zonder participatie. Die kunnen dus gewoon lid worden van de vereniging, betalen speelrecht en kunnen er mee doen. Dus dan hebben we totaal over 800 leden. Ik denk dat elke voetbalclub daarvan droomt, of niet? Want het aantal vrijwilligers wat hij heeft, 150, dat is ons ledenaantal zo'n beetje. Ja, precies. Ja. Nee, dus op dit moment hebben we zo'n 500, 520, 525 betalende leden. Ja. En dan hebben we nog 200 mensen die ooit lid zijn geweest, nog wel een participatie hebben, maar niet actief lid meer zijn. Nee, oké. Okay. Dus die... Het is echt een... Ook in Noord-Holland, we kennen de andere banen in Noord-Holland, maar ook in Noord-Holland is het een van de meest mooie, populaire banen. Ons eerste team speelt ook landelijk in de eerste klasse. Ze zijn vorig jaar kampioen geworden.
De promotiewedstrijd naar de hoofdklasse. En de hoofdklasse is natuurlijk de top. Dat is niet gelukt. Dus ze spelen dit jaar weer hoofdklasse. Dus het is A, een fantastisch mooie baan. B, er wordt kwalitatief heel goed golf gespeeld in de hoofdklasse. En het is ontzettend gezellig met alle leden. Maar is het dan ook, net hadden we het met voetbal over AZ en dat misschien dan wat nieuwe leden trekt. Nou, ik kan me voorstellen als Marco van Basten bij jullie komt spelen, dat het een leuke manier is om even wat jeugd aan te trekken van die loopt hier soms rond. We zijn ook lid van Bruisend Dirk Zorgen. Dus we hebben ook samenwerking. We kennen elkaar ook vanuit de diverse verbanden in Dirk Zorgen. Dus wat dat betreft zijn we natuurlijk ook lid en deel van de gemeenschap in Dirk Zorgen. Maar we hebben natuurlijk wel een regionaal. Zijn er talentjes die? Ja, we hebben één speler. Die gaat dus nu competitie spelen bij Noordwijk. Dat is Nick Huisman. Ja. En Nick Huisman is even jeugdkampioen. Frits Purk en Jurre Schieving zijn samen nationaal kampioen Forsum geweest. Dat is een spelletje dat je met z'n tweeën speelt. Nationaal kampioen. Dus we hebben echt topspelers. En Nick is een fantastische speler. Mijn jongen is 18 jaar. En die gaat dus nu in het eerste team van Noordwijk spelen. Top van Nederland. Goede reclame voor jullie. Hè? Ja, tot slot zijn jullie ook een beetje concurrenten van elkaar als sportclubs? Nee, ik denk niet. Nee, we hebben wel wat oud-leden die nou aan het kolven gaan. Maar dat is net als Marco van Basten en zo, een bekend verschijnsel. Dus daar hebben wij geen problemen mee. Nee, niet erg dat er voetballers overlopen naar de golfsport. Nee, dat want andersom gebeurt volgens mij minder. Nog niet mij. Nee. Golfers die daarna gaan voetballen. Nee, we hebben toch eigenlijk. Kijk, we hebben toch een vrij beperkte jeugd. Op dit moment zo'n 40 jeugdleden. Dat is dus betrekkelijk weinig om het totaal ledenbestand van 500. Is het een dure sport? Voor de jeugd niet. Okay. We hebben aparte tarieven voor de jeugd. Voor de senioren, ja, wat heet duur? Ik denk niet dat het een echt dure sport is. En zeker met een proeflidmaatschap in het eerste jaar is het zeer betaalbaar. Maar het is eigenlijk een sport waarbij heel veel mensen vanuit de tennis, ik heb zelf ook getennist, last van je knieën, last van je rug. En dan groei je door. Je moet ook heel veel tijd hebben, hoor. Want die 18 holes, daar ben je al gauw een uurtje of 4 mee bezig. Ja, maar je kan ook 9 lopen, dan ben je met 2 uur klaar. We hebben ook een aparte regeling voor de hardwerkende jonge ouder. En die betalen dus een gereduceerd tarief. En dan kunnen ze in de weekenden spelen. Er wordt goed over nagedacht in ieder geval. Er wordt op maat met de leden regeling. Blijf vooral lekker veel sporten en... Ja, voorzitter bij de sportclubs. Kees, ik denk dat jouw ballen goedkoper zijn dan mijn ballen. Oh, dat. Maar is dat een goede conclusie? Maar ik sla er meer in het water, dan ben ik ze kwijt. Okay, oh ja, dat is waar. Onze drijven. Ja. Dank jullie wel. Ja. Graag gedaan. En er mag er best geklapt worden, hoor. En dan gaan we van de sport gaan we nu naar de politiek. Gert-Jan Slijkerman van het CDA en Friso Tering van de DNA zitten hier aan tafel. En ik heb het boek van Thomas Dekker gelezen. En ja, het verschil is eigenlijk niet zo heel erg groot, hoor, tussen sport en politiek. Ik weet niet of jullie hem ook gelezen hebben, maar er gebeurt heel veel. Waar ik nou zo nieuwsgierig naar ben, zit ik met twee politici aan tafel. En we hebben net er is een nieuwe president in Amerika en volgens mij maakt die er een potje van. Wat vinden jullie daar nou van, Friso? Nou, zal ik eens beginnen met te zeggen dat toen Reagan president werd, dat was een acteur uit Hollywood. En toen hield iedereen ook zijn hart vast. En dat is goed gekomen. Maar nu, met die sociale media, zitten we er wat dichter op. Want wie weet waar Obama van gewonnen heeft 4 jaar geleden. Wie weet waar Obama van gewonnen heeft 8 jaar geleden. Dat vliegt allemaal weg. Nee, maar vind jij dat het kan wat hij doet? Tuurlijk. Ik las bijvoorbeeld in de krant dat hij commercieel mensen in het heiligste veilige gebiedje heeft toegelaten. En dan moesten ze $200.000 betalen aan een of andere club van hem. Dat kan toch niet? Nee. Maar dus... Ik denk ook dat dat zijn valkuil is. En dat zeg maar de impeachment voor de deur staat. Maar je moet het is... wij er wat van vinden? Nee, maar kijk, jij bent ondernemer. En hoe werkt dat dan? Want je bent ook raadslid. En wat bij hem heel duidelijk zichtbaar is... hij roept wel dat hij dat niet mengt met elkaar. Maar vervolgens doet hij het wel.
En ja, dat lijkt me toch ook een hele lastige plek waar je dan op zit. Het is heel eenvoudig. Als je weet dat jouw belang strijdig is met het belang van de gemeenschap, dan moet je je of terugtrekken of er niks over zeggen. Dat is toch heel eenvoudig? Ja, dat vinden wij. Alleen maar... de Amerikanen denken daar iets anders over, maar dat is toch hun ding? Kijk, ik heb er ook wel een mening over. En die... Nee, maar volgens mij denken de Amerikanen daar ook precies hetzelfde over. En staat er ook in de reglementen om president te worden, moet je afstand doen van al die belangen. Ja. Alleen hij heeft zijn belangen bij zijn kinderen gezet. En dat was even niet de bedoeling, want dat is zijn zwakke punt. Maar ik bedoel, wij zitten er nu bovenop omdat we dat internet hebben. Dus dan, maar ik bedoel, in 1980 werd Reagan. En die heeft ook een hele hoop rare dingen gedaan. Waarvan wij niet eens weten hoe raar die geweest zijn. Maar, is dit in Nederland mogelijk? Kunnen we... Nou, we hebben Lubbers gehad. Hè. Die heeft zijn zaken toen geparkeerd in de stichting. Maar daar zaten ook wel mensen in die het goed voor hadden met meneer Lubbers. Dus het is niet helemaal. Het is wel ongebruikelijk in Nederland dat er zakenlui op belangrijke politieke posten komen. We hebben ook nog meneer Veerman gehad, die minister van Landbouw. We gaan even naar de landelijke politiek. Over Trump kunnen we een hele avond gaan praten. Landelijke verkiezingen komen eraan. Nog een paar weken moeten we naar de stembus. DNA zal daar niet veel aan doen, hè? Want jullie zijn een lokale politieke partij. Wij zijn een lokale politieke partij. Dus lekker een rustige periode. Geldt dat ook voor jou, Gert-Jan Slijgerman? Wij worden volop ingezet. Waar mogelijk, waar we tijd hebben, daar mogen we op campagne. En daar zijn we goed in. Dat hebben we laten zien. Hoe vaak ga je op campagne? Nou, veel campagneactiviteiten zijn op zaterdag. En ja, ik mag ook nog een keer werken. Ja. Dus dan wordt het wat beperkter natuurlijk. Maar zoveel mogelijk. Ja. Je wordt ook meteen helemaal fanatieker als Ed dat vraagt. Dat is wel heel leuk om te zien. Dat is toch prachtig. Vind je het leuk, campagne voeren? Met elkaar iets bereiken is leuk. Okay. En dat is natuurlijk met campagne voeren. Ja. En als je daar jaren aan naartoe werkt, dan is het, als het zover is, is dat prachtig. Ja. We gaan even naar duurzaam natuurlijke alternatief. Want vorige week hebben jullie persbericht de deur uit gedaan over de veiligheid van de reactor in Petten. Ja. Daar is enorm veel mis. En als ik jullie persbericht las, dan denk ik, ik maak me ernstig zorgen met het wonen in dit gebied. Want ik ga dood, dacht ik. Nou, niet direct. Maar er zijn wel risico's, ja. En die zijn veel groter dan... Ja, en wij baseren ons ook op rapporten die ook door gerenommeerde bureaus zijn gemaakt. Onder andere naar aanleiding... Kijk, wij geven heel veel van ons leven in handen van techneuten en wetenschappers die er wat van vinden. Maar de ingenieurs die die kerncentrales in Japan hebben gebouwd, waren ervan overtuigd dat die natuurproef zouden zijn. Totdat die tsunami kwam. Toen is er in heel de wereld gekeken door middel van een stresstest van wat kunnen er gebeuren met onze kerncentrales. En die stresstest is ook uitgevoerd voor de centrale die hier staat. Er zijn er trouwens twee, een lage flux en een hoge flux. En daar komt uit dat het risico van aardbeving hier wel aanwezig is. Het is niet groot, maar het is wel aanwezig. En waar komt dat door? Door de grote schaal van gaswinning in bergen. En waarom kan wat in Noordoost-Groningen gebeurt niet hier gebeuren? Maar zijn die aardbevingen dan zo groot dat een reactor daar schade van zou kunnen ondervinden? Ja. En dus er staat dus ook dat daar scenario's voor moeten komen om zo'n ramp te bestrijden. Maar dat wordt op geen enkele manier waargemaakt in het rampenbestrijdingsplan zoals dat er nu ligt. Ja, nou is DNA een eenmansfractie in de gemeenteraad. Zet geen zoden aan de dijk, zeg ik even oneerbiedig. Maar het CDA wel, want jullie zijn een enorm grote partij in Schagen. Kunnen jullie hier iets mee? Ondersteun je dat wat DNA zegt? Nou, gelukkig hebben we in Nederland een aantal zeer professionele mensen. En die werken in de ANVS, de Autoriteit Nationale Straling. En die hebben dit ook allemaal bekeken. En die vinden deze risico's allemaal nog acceptabel. En die hebben geen noodzaak gezien om daar wat aan te doen. En daar verlaten wij ons voorlopig op. Ja. Want kijk, ik denk dat het voor leken, en Friso is ook een leek en ik ben ook een leek, daar heel moeilijk van te bepalen is hoe gevaarlijk dat nou is. Niet. Ja, sorry, ik heb 40 jaar op Petten gewerkt. Je had het over mijn onderscheiding. Ik ben 40 jaar directeur van het ECN geweest. En NRG was een VOF, een vennootschap, een firma, en de Vermand was ECN.
En dit is pure bankmakerij. Dit is absoluut onzin. Helemaal eens. Absoluut onzin. Dus kijk, ik denk Friso? Dat er van het CDA weinig steun te verwachten valt. Nee, Friso, je bent een roepende in de woestijn. Ja, dat is me wel eens vaker gezegd. Maar ik bedoel, de tijd zal leren. Het enige wat wij hebben gezegd is, in het kader van het uitbrengen van een zienswijze, hebben we gekeken naar dat rampenbestrijdingsplan. En daar hebben we gaten in geschoten, niet meer en niet minder. Ik bedoel, wij hebben nu ineens, kregen mensen binnen een straal van 4 kilometer jodiumtabletten. Daarvoor was er een directeur van de veiligheidsregio. Zei, we gaan de mensen niet onnodig bang maken om die jodiumtabletten uit. Maar er komt een nieuwe directeur en die zegt, staat gewoon in de voorschriften. Toch heb ik niet het idee dat de inwoners van de Kop van Rolland nou veel banger zijn geworden, ook na het uitdelen van jodium. Nee, maar het gaat mij ook helemaal niet over. Maar je moet je realiseren wat de risico's zijn. En je moet dat afwegen tegenover allerlei andere belangen. En er ligt bijvoorbeeld een heel groot belang en dat heet toerisme. Het is toch wel apart dat ondanks dat die centrale zogenaamd er al jaren staat, het jaarlijks nog nooit zo druk is geweest als het de afgelopen jaren. Nou goed, maar we dus weten nooit. Zo erg is het nog niet. Nou, we weten niet wat er geweest is als hij er niet gestaan had. Voller dan vol kan volgens mij niet. Alle parken zitten vol. Oké. Ja. We gaan iets heel anders doen. Carnavallen, gaan we nog carnavallen, Gert-Jan Slijterman? Volgend jaar weer. Volgend jaar weer, dit jaar niet. Dan gaan we vast weer met een mooie kar gaan we weer meedoen in de carnavalsoptocht. Ben je wel een carnavaller? Nee, helaas. Nee, helemaal niet. Daar kan je mij niet voor strikken. Nee, van Friso hebben we nog wel wat beelden van een polonaise weten te vinden. In de van een carnavalshitje in de raadzaal opgenomen van de gemeente Schagen. Ja, dat is 8 jaar terug, denk ik. Dat is 9 jaar terug. Nee, jij kan heel aardig zingen, Friso. Misschien kan je een andere carrière overwegen als je zanger. Weet het niet, hè. Maar ben jij een carnavaller? Niet. Nee, niet echt. Of deed je nee. toen mee omdat jouw collega Lambert Rietico daarop aandroeg? Ja, ik doe altijd mee. Op de feestjes doe ik mee. Maar de carnaval stelt niet meer zo veel voor. Ik bedoel, vroeger weet ik nog wel, op dikke dinsdag in de Rode Leeuw stond alles op zijn kop. Ja. Maar dat is niet meer, dat is geweest. Die mensen die zijn allemaal oud geworden, net als ik. En is een blijven dinsdag nou thuis. Geworden. Ja. Ja. De dikke dinsdag is een dunne dinsdag geworden. Ja, of helemaal geen dinsdag. Ik weet niet eens of het nog bestaat. Ja. Dus ja, dat is geweest. Wij zijn een volk voor kermissen en niet voor carnavallen. Carnavallen doen ze onder de rivieren en wij zijn boven de rivieren. Ja. Ik vind dat een hele mooie afsluiting. Ik vind hem prachtig. Dat wij zijn hier van boven de rivieren. Ja, en wij houden van kermis en dat is ook zo. Dirkshoorn kermis, is dat ook een groot feest hier? Het is bij ons als het eerste thuisveld en we winnen meestal altijd kermis. Oh, daar is het altijd. Of carnaval, het maakt niet uit, maar het is altijd een feestje. Genoeg reden om hier die starterswoning te Zeker. Kopen dan. Ja, het zijn er maar 8, het zal er veel meer moeten zijn. Maar ja. Want daar hebben verenigingen ook belang bij natuurlijk. Ja, inderdaad. Maar goed, het staat nog op in het plan, hè, dus wie weet. Wie weet. Wie weet. Ja. Ik wil jullie alle vier enorm bedanken voor het aanwezig zijn. Hier bedankt voor het gesprek. Dank jullie. Naar het mooiste moment van de maand. Want daar is hij weer, mijn grote vriend, Hannes Knijn. Yeah! Nou, wat een ontvangst. Ja, lieve dames en heren, Jozef Maarten. Wat weer een leuke uitzending. Hebben jullie genoten? Ja. Nou, dat klinkt een beetje. Hebben jullie genoten? Ja, oh wat leuk. Herman, Maatje, Ben, Ted, Linda, Margriet, Kees, Henk, Kees. Gert-Jan Friso, trouwens, Kees, de nieuwe bromsnor. Je moet een snor laten staan, echt wel. Dat zou je leuk staan. Voor de rest, de namen die ik noem, wees niet ongerust, want ik ga het niet over jullie hebben. Want ik werd getriggerd door een uitspraak van Ivan de Maaide. Weunen in een gat, wil je dat? Ik denk, ja, waar ken ik dat van? Golf, wij noemen dat in het Waland golf, hè? Maar golf, ja, 18 gaten hebben jullie. Ja. Ja, maar dat mag je geen gaten noemen, dat zijn holes, ja. En nou ga ik jullie wat vertellen, wat jullie direct niet zelf verwacht hebben, maar ik golf ook. En ik zal jullie vertellen hoe ik eraan kom. Ik was destijds freelance pillenverkoper in de farmaceutische wereld. En ik had een bepaalde pil en die moest ik promoten en verkopen en noem het maar op. En die verkoopleider van die farmaceutische, Hannes,
Je moet dichter op de klanten zitten, want dan verkoop je meer. Ik zeg, man, ik loop ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Ja, maar zitten je klanten niet? Zeg, die zitten op de golfbaan. Je moet gaan golven. Dus ik naar Alkmaar, naar die Sluispolder. Jullie kennen die ook wel, dat is jullie concurrenten. Sluispolder, arme, hele arme vereniging. Dat hele huis is de grond in zak. Alleen het dak staat daar boven het maaiveld. En ik kom weer en ik ben me aan het omkleden. En allemaal specialisten. Hé, hey Hannes, leuk. Je gaat golven. Ik zeg, ja jongens, ik ga nog golven. Oh, wat doe je vanavond mee? Een vorkje prikken? Ik zeg, vorkje prikken, man. Ik moet nog warm eten. Maar dat schijnt ongeveer hetzelfde te wezen. Vorkje prikken. Enfin, het was één grote rotzooi in die kleedkamer. En daar gaat een mobieltje af. En een van die specialisten pakt dat mobieltje en met een speaker aan. Ik heb me nagen, jongen. Ja, en er was een vrouw aan de telefoon. Hallo, schat, is het hallo? Ja, ik weet dat je met die jongens gaat vorkje prikken. Maar de man van de dealer heeft gebeld van die cabrio. En die cabrio mag weg voor 40.000. Dat zullen we doen. Dan zegt hij, nou, doe maar. Oh, zeg ze, ik was weer even in de bondwinkel, maar die bondjas van 13.000 die mag weg voor 11. Wat zullen we zo doen, maar... Oh, zeg ze, de makelaar heeft gebeld, maar dat huis van 1,2 mag weg voor 1,1. Wat zullen we zo doen, maar... Oh, zeg ze, wat ben je toch, schat, doeg! En ze hangt op en hij kijkt er rond in en zegt, heeft iemand enig idee van wie dit mobieltje is? Maar, nou komt het, heb ik nog 1 minuut, jawel toch? Ik ging golven en ik begon weer en ik geef die bal een klap, joh, en die vliegt de lucht in. En tegen een cocktail aan, dat was mijn eerste birdie. En die cocktail die sodemieter naar beneden. En ik denk, nou, een beetje klooien zo met die stok. En dus op een gegeven moment had ik het wat deur. Die gaten, die holes, die hebben nummers. Ja, dat wist ik niet. En, maar ik was de weg kwijt en ik, voorman is een dame. Ik zeg, mag ik u wat vragen? Ze zegt, natuurlijk. Ik zeg, ik weet niet waar ik zit. Ik zeg, welke hol zit ik? Nou, zegt ze, ik zit op 7 en u zit 1 hol achter mij en dan zit u op 6. Ik zeg, dankjewel. Even later, ik weer verder met die stok en ik was weer de weg kwijt en toen zag ik er weer. Ik zeg, mag ik misschien nog even vragen, waar zit ik? Ja, zegt ze, dat mag wel. Zegt, ik zit op 13 en u zit 1 hol achter me. Dus u zit op 12, zegt, dankjewel. En ik ben klaar en ik ga naar het clubhuis. Hè. We moeten geen kantine noemen, clubhuis. En daar zit die dame ook. Ik zeg, wou jou even bedanken voor vanmiddag. Ze zegt, hoezo? Ik zeg, nou, vond ik zo pittig dat je me dat allemaal zo vertelde. Weet ik zat en zo. Ze zegt, ach, dat is toch niks. Ik zeg, maar mag ik eens vragen, wat doe je voor je beroep? Zegt, dat mag je wel vragen, maar dat zeg ik niet. Ik zeg, hoezo, dat zeg ik niet. Nee, ze zegt, van dan lach je me toch uit. Ik zeg, lach je me uit. Ik zeg, ik mag toch wel weten wat je voor je beroep doet. Ze zegt, als je niet lacht, ik zeg, ik lach niet. Nou, ze zegt, ik ben vertegenwoordigster. Ik zeg, nee, klaar, ik ook. Ik zeg, dat valt toch niet op te lachen. Ik zeg, weer doe je in. Ze zegt, niet lachen. Ik zeg, nee, ik lach niet. Ze zegt, in tampons. En ik schiet in de lach. Zegt, nou, zie je wel dat je me uitlacht? Ik zeg, mens, ik lach je niet uit. Ik zeg, ik lach om een toeval. Ze zegt, toeval? Ik zeg, ja. Ik zeg, want jij bent vertegenwoordiger in tampons. Ik zeg, en ik in zetpillen. Dan zit ik weer in hol achter je. Tot de volgende keer. Hannes Knijn was dat. Dit was meteen ook het einde van deze aflevering van Wat Schagen Denkt. Met dank aan het grote team van vrijwilligers van Schagen TV. En dan zijn we nog niet klaar, dus we willen straks gewoon nog een applaus. Want we bedanken ook alle gasten die hier aanwezig waren. En alle mensen in het publiek. De volgende editie is eind maart in Dorpshuis Ahoy. Dan zitten we in Tuintje Horren. In de tussentijd kunt u ons volgen op Facebook. En als u deze uitzending nog een keertje wil zien, dan kan het op ons YouTube-kanaal Schagen TV. Bedankt voor het kijken en tot in Tuintje Horren. Dag.